Ook deze lezing is een 3-eenheid. Ja, de bar gaat gewoon ondertussen maar even door, maar dan lopen we te ver uit, denk ik. Het derde deel gaat over macht. En wij houden niet meer op, want we gaan kijken hoe we voorbij de macht komen. En het derde deel gaat met name over wat er nu op dit moment zich afspeelt op deze planeet. En waar we allemaal mee te maken hebben. Veel van jullie kennen mij van televisie, want ik ben in 2009 op de televisie geweest. In het programma De Reunie. Hier zie je Rob Campus, daar zit ik. En ik mocht aan mijn eindexamen klasgenoten uitleggen waarom ik zonder geld wilde gaan leven. En daar begrepen ze helemaal niks van. Ze keken me grote ogen aan. Ik zei ook dingen over de farmaceutische industrie. Ik zei dat kanker volledig te genezen was. Dat 9-11 dat het een inside job was. En meer van dat soort zaken. Nou, dat was nog niet helemaal besteed aan mijn klasgenoten van vroeger. Veel mensen die het op televisie zagen hadden zoiets van hè. Eindelijk eens een keer een ander geluid. En ik heb heel veel e-mailreacties, heel veel bijval. Ook wat boze reacties. Mensen die mensen hadden verloren wegens kanker. En die waren heel boos op mij. Vond ik al mijn woorden terug moest nemen. Dat is een eigen proces. Waar het eigenlijk om gaat is... Ja, je zou kunnen zeggen wij zijn allemaal schapen. En de ene schaap zegt tegen de andere schaap... Volgens mij werken die man en die hond samen. Zegt die andere schaap, jij gelooft toch niet in die complotonzin? Complottheorieën hebben we belachelijk meegemaakt en dat zou allemaal niet waar zijn. En als je een complotdenker was, nou, dan was je niet goed bij je hoofd. Ik denk dat alleen maar één grote complot is. Eén grote samenwerking. En die samenwerking wil ik laten zien. Dat zien we heel mooi op een briefje van $1, één Amerikaanse dollar. Er staan allerlei symbolen op. Symbolen die volgens mij helemaal niets te maken hebben met de Verenigde Staten in Amerika. Maar wel een hele andere occulte betekenis. Ja, want voor zover ik weet is er niet één zo'n soort piramide gevonden op Verenigde Staten van Amerika. Hierbovenop zien we dat oog, daar hebben we het al eerder over gehad. Nou, dat is volgens mij een hele duidelijke verwijzing naar Saturnus. Dus het is een satanistische club die dit erop heeft geplakt. Er staan allerlei woorden bij, gaan we straks over hebben. Maar wat ik nu wil laten zien is waar deze piramide voor mij voor staat. Dus de piramide van de macht. En geld is het machtsmiddel bij uitstek om mensen mee te laten doen in het machtsspel. Als er geen geld zou zijn, dan wil ik voorspellen dat er morgen geen file is. Want alleen door geld gaan mensen in een auto zitten en gaan ze achter elkaar rijden. Of stilstaan. En gewoon veel en veel meer dingen. Als geld er niet zou zijn, dan zou deze planeet er volledig anders uitzien. Die machtspyramide bestaat uit een aantal lagen. Waarin de hogere laag de basis over de lagere laag. Precies zoals het leger is georganiseerd. Als de generaal een commando geeft, dan gaat het via de commando... lijn, de chain of command, komt dat terecht bij de soldaten die het allemaal moeten gaan doen. Zo is ook deze planeet georganiseerd. Op de onderste laag vinden wij onszelf. Wij als aardbewoners. En niet alleen mensen, maar alles wat leeft op deze planeet zit in de onderste laag. En er is een laag boven, die vindt die de basis over die onderste laag. En dat is de overheid. Die krijgt tegenwoordig wel eens blauwe enveloppen. En daar staan dingen in die ik moet doen. Nou, dat weet ik niet, maar de Belastingdienst vindt die de basis over mij. Ja, en andere overheden ook. En ook de rechterlijke macht. Als je een uitspraak krijgt van de rechter, dan moet je daaraan houden. En als je een foto wordt gefotografeerd, dan dat je te snel over asfalt rijdt, dan krijg je met Leeuwarden te maken. Centraal Justitieel en Kassabureau. En dan moet je dat betalen, dat soort zaken. Dus de overheid meent baas te mogen spelen over vrije mensen zoals u en ik. Die overheden worden als het goed is aangestuurd door de regering. En daar wordt weer op toegezien door de Tweede Kamer, door het parlement, ook door de Eerste Kamer. Dat is zeg maar de machtspyramide zoals we die allemaal kennen, zoals die ook openbaar is gemaakt. Maar wat niet iedereen weet is dat er nog een laag boven zit. Meerdere zelfs. Ik heb als organisatieadviseur gewerkt bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zegt tegen ons, leuker kunnen we niet maken. Ik weet dat er een dienst grote onderneming is, DGO.
En binnen DGO wordt er onderhandeld met de multinationals over belastingafdracht. Bedrijven als Unilever, Shell, Philips, noem ze maar op, die onderhandelen, die doen handje klap met de Belastingdienst. Nou, dat moet je als kleine ondernemer of als particulier maar eens proberen. Een hele korte onderhandeling. Dus ze kunnen het wel leuker maken, maar alleen als je macht hebt. Ik heb niet genoeg macht, blijkbaar. Maar Unilever en zo wel. Shell zeker. Dus die multinationals, die hebben meer macht dan onze regering. Eén iemand die daar een stokje voor wilde gaan steken was Pim Fortuyn. Zeg ik dat ik het helemaal eens ben met al zijn overtuigingen. Maar hij zat niet helemaal in een spelletje. Hij was in ieder geval niet volledig te controleren door de multinationals. Zoals natuurlijk Jan-Peter Balkenende dat wel is. En Mark Rutte ook, dat is volkomen duidelijk. Ja, helemaal opgeleid bij eigen particuliere scholen. Dus die zitten helemaal in het regime. Maar Fortuyn was een beetje een loslopende, ja, was gewoon een los projectiel eigenlijk. Dat was een beetje lastig, dus die moest daar de weg gaan. Maar die multinationals zijn ook niet de baas, die multinationals hebben geld nodig. Die hebben geld nodig om raffinaderijen te kopen. Bijvoorbeeld Shell hebben geld nodig om in Nigeria de boel eens even flink te verprutsen. En daar hebben ze geld voor nodig. Dus die lenen dat bij de banken, bij de grote banken. En die zijn daarmee de baas over de multinationals. En die grote banken hebben ook weer geld nodig. Ik weet niet of jullie iets van het geldsysteem mag weten, maar een bank mag helemaal geen geld uitlenen. Een bank mag alleen maar ruilen. Als jij bijvoorbeeld 300.000 euro nodig hebt voor je woning, dan kun je dat alleen maar doen wanneer je woning meer dan 300.000 euro waard is. En op basis van de waarde van die woning mag een bank dat geld weer uitlenen. Dus het is gewoon een leensysteem. Een ruilsysteem als het ware. Met allerlei gemene trucjes erin, maar dat is een ander verhaal. Die grote banken hebben dus ook geld nodig voor hun eigen spel. En die lenen dat op hun beurt weer tegen lage rentes bij de centrale banken. Ja, bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank. Ik weet niet of jullie iets van ESM hebben gehoord wat er nu gaande is. Maar als ESM erdoor komt, dan heeft eigenlijk de ECB, de Europese Centrale Bank, heeft gewoon volledig recht om ook maar welk willekeurig groot bedrag te vragen aan de landen. En die moeten dat dan leveren. Dus we zijn dan volkomen financieel uitgeleverd aan de ECB. En als dat het feit is, dan is het gewoon volkomen duidelijk dat de centrale bank de baas is over alles wat eronder zit. Dat is nu ook al zo, alleen niet openlijk. Ja, de Europese stabiliteitsmechanisme wordt het genoemd. Die maakt het volkomen helder. Maar die centrale banken, zoals de ECB, maar ook de Nederlandse bank, hebben ook geld nodig. En die lenen dat op hun beurt weer bij het Internationaal Monetair Fonds, IMF, of bij de Wereldbank. Nou, wat veel mensen niet weten is dat deze banken, ook de centrale banken, helemaal geen staatsbanken zijn. Ze zijn geen overheidsinstellingen. Ze zijn particuliere instellingen. Ze zijn privébanken. IMF en de Wereldbank zijn allebei eigendom van één en dezelfde investeringsmaatschappij. Investeringsbank. En die investeringsbank heet NM Rothschilds & Sons. Nou, hier zie je al één van de namen terugkomen, maar de boeken van Robin de Ruiter laat zien dat de 13 families al heel erg lang de baas spelen op deze planeet. En de Rothschilds is daar één van, de Rockefellers is er een ander van, en er zijn er nog 11. En dat betekent dat die 13 families eigenlijk de baas zijn over deze planeet. Althans, voor alles wat zich in deze machtspyramide bevindt. En iedereen die geld nodig heeft, die werkt, of een uitkering krijgt, of wat dan ook, die zit in die machtspyramide. Want zij controleren dat geld. Zo simpel is het. En daarmee ben je eigenlijk slaaf, geldslaaf, geldverslaafde van de machtspyramide. En die machtspyramide heeft een heel groot monster gecreëerd op deze planeet. Een vijfkoppig monster. En wij dienen allemaal een vijfkoppig monster. Want waar dat monster dol op is, is geld. En het monster heeft steeds meer geld nodig. Ik weet niet of je die bedragen nog een beetje kunt volgen die in de media terugkomen. Maar het is mijn voorstellingsvermogen al ver en ver te boven. Ik vind een miljoen al veel, maar wat er in de krant staat, is onwaarschijnlijk veel geld. En als je dat uit gaat drukken in gewoon geld en je gaat het in een vrachtauto stoppen, dan heb je een hele lange file van vrachtauto's nodig om dat überhaupt te kunnen vervoeren. Dat zijn de bedragen waar we het over hebben. Dat monster is onverzadigbaar, heeft steeds meer geld nodig. En die vijf koppen van de monster zijn wat mij betreft deze koppen. De mainstream science, zeg maar de wetenschap op de universiteiten, is een kop waar ik me heel erg druk om maak. Maar die kop die heeft steeds meer geld nodig. En wat die vertelt is niet de waarheid, althans volgens mij niet de waarheid. De mainstream media, ik weet niet of de berichtgeving een beetje volgt. Het gaat al wekenlang over iemand die wat sneeuw of zo heeft gekregen. Nou, ik wil niet bagatelliseren, maar
het wordt wel volledig gedomineerd. De familie van Amsberg is volledig in controle over wat wij in de media zien. En er wordt niet één kritische vraag gesteld. Althans niet binnen de reguliere mainstream media. Ik maak me ook heel erg druk om die zorg. Want die zorg gaat lang niet meer over gezondheid. Die gaat over farmacie. En ik verzet me daartegen. Ik heb al heel lang, ik ga niet zeggen hoe lang, maar ik heb in ieder geval geen zorgverzekering. Ik weiger om een zorgverzekering af te sluiten. En op een gegeven moment krijg je een CVC'tje in de smiezen. En dan gaan ze je briefjes sturen. En dan krijg je boetes. En als je die boetes niet betaalt, krijg je nog een boete. En als je die ook niet betaalt, dan gaan ze je huisraad in beslag nemen. Nou, dat gaat met mij gebeuren. Dus doe maar. Ik weiger om eraan mee te doen. De staat is ook zo'n monster. De staat heeft ook meer geld nodig. Steeds meer en meer. En derde kop, vijfde kop van de monster is religie. Ik voel dat heel erg snel als jongetje van 18, 19, dat wat de religie vertelde, dat er niks van klopte. Ik studeerde op de universiteit, wat daar vertelde, dat er niet zoveel van klopte. Ik las allemaal moeilijke boeken, die ik bij de slechter kon kopen, tweedehands. En ik voelde dat daar veel meer waarheid in zat. Dus ik kwam erachter dat het niet klopte. Sinds 9-11 weet ik ook dat de mainstream media ons een beetje voor de gek houdt. Nou, dat een beetje maar weg. Mensen die ziek zijn en naar de huisarts gaan, die laten zichzelf voor de gek houden. Ziekte is een symptoom van iets wat niet in balans is. Ja, ik weet dat er heel veel goede mensen met goede bedoelingen werken, maar het systeem, wat zorg heet, het zorgsysteem in Nederland, is volledig in handen van de farmacie. Er wordt steeds meer geld verdiend, de premies gaan ieder jaar verder omhoog en de polissen worden steeds verder uitgerold. En alles wat echt werkt, dat is er al lang uitgesteld. Daar kun je niet eens meer voor verzekeren, dat zit niet eens in een aanvullende verzekering. Het gaat om geld. Dus dit is het monster waarmee we te maken hebben. Liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Dat staat volgens mij ook ergens in de Bijbel. Dus op het moment dat wij nog met het geldsysteem te maken hebben, ja, hebben we te maken met dit kwaad, met deze uitwassen van kwaad. Je kunt er tegen strijden, maar dat raad ik iedereen af. Want hoe meer je tegen je strijdt, hoe heftiger het wordt. Ik ben nu aan het strijden tegen de CVZ, College voor Zorgverzekeringen. Nou, ik weet dat dat heel dom van mij is, maar ik kan het aard van beestje, ik kan het niet laten en ik weiger ook gewoon die boete te betalen. Dus we zien wel hoe het verder gaat. Maar dit dondert vanzelf in elkaar. Dat is gegarandeerd iets. Alleen de vraag is hoe en wanneer. Het gaat indonderen op het moment, denk ik, dat de meeste mensen daar niet zoveel last mee hebben. Als nu het geldsysteem instort, niet iedereen hier aanwezig, denk ik, is in staat om zelfvoorzienend te kunnen leven. Ik in ieder geval nog niet. Ik zou het heel graag willen, maar ik heb nog steeds de boodschappen van de supermarkt nodig om mij te voeden. Heb je wel wat zeggen of vragen? Ja, ik vond het opvallend dat in Engeland het bepaalde was het voorstel voor een referendum. En dat willen ze vooral niet hebben, omdat ik denk dat ze ook aanvoelen dat het heel anders is een referendum zou gaan, dat er iets heel anders zou gebeuren. Nou, ze hebben een referendum gehouden met de Europese grondwet. En dat vond ze niet zo leuk, want wij zeiden nee. Ja. Toen hebben ze stiekem via het verdrag van Lissabon alsnog via de achterdeur bekrachtigd. Maar ze hebben ze wel geleerd, nou, we moeten het volk niet te veel vragen, want er zitten erg veel kritische mensen in Nederland. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar Lissabon ook een keer gaan demonstreren met elkaar. Ja, we gaan straks hebben over acties. Maar waar het om gaat is dat je energie niet verspilt aan dingen willen bestrijden. Want dat is volkomen onzin. Ja, daar loop je op leeg. Zet gewoon neer wat je wilt, wat je belangrijk vindt. Maar dan loop je een beetje vrij uit de lezing. Ik wil even het monster laten zien. Nog één keer. Religie is toch hetzelfde als media. Dat de waarheid niet vertaald wordt, want je hebt voeding en energie heb je er niet bij. Nou, je kunt je nog kijken. Misschien heeft de monster nog wel meer koppen, maar dit zijn voor mij de belangrijkste aangrijpingspunten, want hier heeft iedereen mee te maken. Als je kijkt naar onderwijs, onderwijs is een koppeling van science en wetenschap en de staat. Als je kijkt naar voedingseducatie, wat is gezonde voeding? Dat is een mengeling van die twee. Ja, we worden voor de gek gehouden als we kijken op wat gezonde voeding is. Dus dit is eigenlijk een heel groot onderwerp. Je mag er mij nog veel meer koppen bij tekenen. Maar waar het om mij om gaat is, de kern van dat monster staat geld. Als geld verdwijnt, is dat monster in één keer afgelopen. Want dan hebben we alleen nog maar dingen die echt waar zijn, die kloppen. Alle mensen worden als vrije wezens geboren. En als mens zijn we soeverein. Mogen we zelf beslissen wat we wel en niet doen. Daarom zijn we hier, dat is ons geboorterecht. Dat is in ieder geval mijn overtuiging. We zijn hier om onze lessen te leren. We zijn hier als spirituele wezens die, ja, met iets aan de gang willen. Die hoger op willen of iets willen ontdekken of wat dan ook.
Maar we zijn in ieder geval soeverein. En we hebben grondrechten. Wat er van gedaan is, er is een constructie gedaan. Op het moment dat je een kind aangeeft, een beetje waarneming, op het moment dat je als vader of moeder die kind aangeeft, aangifte doe je bij iets wat niet helemaal oké is. Op het moment dat je je kind aangeeft, omdat hij iets heel vreselijks heeft gedaan, is geboren namelijk, dan, wat je dan in feite doet, is hetzelfde als wanneer een schip aankomt in de haven en de kapitein geeft aan welke goederen aan boord zijn en die goederen worden geklaard, die worden ingeklaard. Op het moment dat je een kind aangeeft, wordt een kind ingevoerd in het systeem en wordt voor de mens een persoon aangemaakt. En dat persoon heeft een nummer. Dat nummer heet tegenwoordig het burgerslavennummer. En het burgerslavennummer, dat is eigenlijk de unieke sleutel waarmee al die systemen aan elkaar gekoppeld zijn. En een persoon heeft niet alleen een nummer, maar is ook eigendom. Op het moment dat de vader meestal een handtekening zet onder de geboorteakte, draagt de vader daarmee de eigendom van de mens, van de persoon moet ik zeggen, over aan de staat. Wij zijn allemaal, zoals we hier zitten, eigendom van de staat. Dat wil zeggen onze persoon. Als mens zijn we vrij, onze persoon is eigendom. En onze persoon, die heeft te maken met allemaal wetten. Nou, wil je meer over weten, er is een clubje mensen die hiermee aan de gang is. Ikclaimmijnnaam.nl is de website die erbij hoort. Maar je kunt je eigen soevereiniteit gaan claimen. Nou, dat is een juridisch spelletje. Ik ben gewoon benieuwd hoe het gaat en ik doe er gewoon aan mee. Je kunt ook gewoon zeggen, ik ga geen rare woorden maken, maar ik doe er niet aan mee. Ik ben gewoon soeverein en je kunt me wat. Kan ook. Ik heb een hele tijd niet in de gemeentelijke basisadministratie gestaan, in de GBA. Ja, niet met een vaste adres. Nou, dan krijg je geen blauwe enveloppen. Dat lijkt allemaal heel erg leuk. Je betaalt geen belasting meer en je bent eigenlijk vogelvrij. Totdat je wel weer in het systeem terechtkomt. En dan krijg je met terugwerkende kracht in de naam van mevrouw Van Amsberg, krijg je allemaal briefjes. En dan is opeens, sta je weer volop in de schijnwerpers. Zeg. Dus dit is een manier om er onderuit te komen. Wat je in feite doet, is je zegt, ik ben niet langer onderdeel van die machtspyramide, ik sta ernaast. Nou, er zijn steeds meer mensen die het in Nederland aan het doen zijn. Ook in andere landen zijn er mensen mee bezig. Ik vind het in ieder geval een poging waard om eens te onderzoeken. Maar weet dus, dat is eigenlijk de kern, weet dus dat er een verschil is tussen jezelf als mens en als persoon. En de verwarring begint bij de naam. Want de persoon heeft dezelfde naam als jij. Op het moment dat je niet wil erkennen dat jij je naam bent, dan kan niemand je wat doen. Als je voor de rechter staat en die vraagt, bent u die en die? En je zegt alleen je voornaam. Je zegt, ja, ik ben Johan. Ja, maar bent u Johan Olderkamp? Ik ben Johan, ja. Op dat moment stopt de hele systeem al. Want het moet jou als... Want wij, dit zijn namelijk kapitaalgoederen. Op deze identiteitspapieren staat ook je naam in kapitale letters. Kapitaal staat voor geld. Ja, je persoon is een eigendom, is geldwaarde. En met je persoon als onderpand heeft de Nederlandse staat iets van 630.000 euro geleend. Vooruitlopend op toekomstige belastingafdrachten. Wij zijn ons onderpand gebruikt voor de financiering van de staat. Want ook de staat kan niet zomaar geld creëren. Die moet daar het onderpand voor geven. En wij zijn allemaal gebruikt als onderpand. Dat is het financiële spel. Nou, ik voel te ver dat er diep op in te gaan. Maar we weten dat het allemaal om geld draait. De staat is maar in één ding geïnteresseerd. Dat is geld. Het zorgsysteem is maar in één ding geïnteresseerd. Dat is geld. Het onderwijssysteem is maar in één ding geïnteresseerd. Dat is geld. En zo kan ik nog veel langer doorgaan. Alles draait om geld. Niet om mensen te leren kennis ontwikkelen. Of niet om mensen echt gezond te maken. Op het moment dat iemand kerngezond is, dan heeft hij het zorgsysteem niet meer nodig. En je moet jezelf natuurlijk niet afscheiden van je inkomsten doen. Nou, even terug naar die energieën. Aarde, water, lucht en vuur. Dat zijn ook de kleuren rood of zwart. Meestal wordt blauw gezegd, maar je kunt zeggen zwart, wit en geel. Dat zijn de kleuren van deze energie. Als je kijkt naar de bevolking op deze planeet, dan zijn het ongeveer de huidskleuren die we terugvinden. We hebben mensen met een rode huidskleur, met een zwarte, met een witte en met een gele. En die zijn een beetje vermengd ondertussen. Nou, dan weer terug naar het Great Seal of America, of de United States moet ik eigenlijk zeggen. Dit zien we op die achterkant van 1 US dollar. De achterkant wordt gebruikt als de zwarte kant. Ja, staat de achterkant. En een briefje van 1 dollar wordt gebruikt omdat ze nummer 1 willen zijn. Ze willen de baas zijn. Ze willen de heerser zijn. Nummer 1. Er staan Latijnse woorden op. Ja, voor mensen die kenden vroeger geen Latijn, maar tegenwoordig met Google kun je alles heel makkelijk bij elkaar vertalen.
En wheat coaptus betekent, ja, er zijn meerdere varianten van, maar in het Engels is het favors undertaking. Dus de, datgene wat wordt ondernomen, dat wordt, ja, wordt toegestaan, wordt begunstigd. Letterlijk betekent het to not, wordt een toestemming gegeven op. De interpretatie die de meeste mensen hier geven is, die zeggen, God heeft onze onderneming goedgekeurd. Dat is de meest gebruikelijke vertaling. Alleen de vraag is, wie is God? Nee. Novus ordo seclorum staat eronder. Dat betekent vrij vertaald een nieuwe orde van alle tijdperken. En alle tijdperken is weer een verwijzing naar die precisiecyclus. New order of the ages, de eonen. En hier staat, ja, je kunt het hier niet goed lezen, e pluribus unum. Dat betekent out of many one. Uit een veelheid eenheid. Nou, dat is eigenlijk de doelstelling van de club waar we mee te maken hebben. Er zijn ongeveer 200 soevereine landen op deze planeet. En dat vinden ze een beetje veel. Dat is een beetje lastig aansturen. Dus ze willen één mondiale regering. Via de VN wordt er al een poging toe gedaan, maar dat gaat nog niet heel erg geolied. Ze willen het allemaal veel strakker organiseren. Dus ze willen één wereldregering, ze willen één wereldreligie. Uiteraard onder aanvoering van de paus. Ze willen gewoon alle één te maken. En ze hebben een heel duidelijk idee over wat het dominante ras is op deze planeet. Maar door het hele racistische stuk laat ik hier maar even weg. Maar in de Tweede Wereldoorlog is dat al een beetje duidelijk geworden. Het getal 13. Veel mensen denken nog dat het getal 13 een ongeluksgetal is. Als je kijkt hoe vaak het getal 13 is gebruikt op een briefje van 1 US dollar, dan is het de goden verzoeken om ongeluk. Dus ik denk niet dat het helemaal ongeluk is. Ik zal een aantal noemen. Het aantal lagen tot aan het bovenste stuk, want het bovenste stuk is eigenlijk de elite, die zichzelf los heeft gemaakt van de rest. Het aantal lagen daaronder is precies 13. Het aantal letters in de wheat coeptus is precies 13. Het aantal letters in de pluribus unum is precies 13. Als je telt hoeveel blaadjes deze adelaar in deze poot heeft, zijn het precies 13. En als je goed kijkt, zitten er ook 13 besjes tussen. Het zijn 13 pijlen, het zijn 13 sterretjes, het zijn 13 strepen. En numerologisch zit er ook een aantal 13 in. Er komt 11 keer een verwijzing naar 13 in voor. Ze hebben zich opgericht in het jaartal 1776. Als je 7 en 6 bij elkaar optelt, kom je ook op 13. Ja, dus wij deden vroeger 1963 bijvoorbeeld, deden we 0,63. En als je dat in die eeuw deed, kom je op 0,67, dat is ook weer opgeteld 13. Er zijn heel veel verwijzingen naar 13. Het is allemaal weer een verwijzing naar die 13 families. En naar 13 als een getal van de schepping. Daar ga ik er ook zo over. En er is nog iets bijzonders aan de adellijke adelaar. Er zijn 9 veren. Ik ga straks ook over 9 hebben. Maar als je telt hoeveel veren hier in deze rechter vleugel zitten, kom je uit op 33. En als je deze gaat tellen, je kunt naar voren komen, je kunt het doen, dan kom je op 32. Er zit eentje minder in. Nou, als er zoveel detail is besteden, dan heeft dat natuurlijk betekenis. Dat kan niet zomaar zijn. We weten allemaal van Jan de Boevry dat je dat precies gespiegeld moet doen. Dus dit is een beetje niet in balans op deze manier. Wat betekent dit? Nou, 33 van de mensen die met de vrijmetselaars iets van af weten, dat is de hoogste graad van inwijding in alle geheimen. Want dat zijn eigenlijk de geheimen die we allemaal mogen weten, vind ik. En 32 zit er net onder. Dus daar is iets mee. Nou, hier ook als je kijkt naar die sterretjes, die 13 sterretjes zitten in een bepaalde volgorde. En dan zie je heel mooi weer terug Davidster, Solomonster. Ja? Oftewel, je ziet hier de vlag van Israël en hier de vlag van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is de pitbull, de waakhond van Israël. Veel mensen denken dat het andersom is. En af en toe zie je op het journaal dat Obama heel streng wil naar Israël. Nou, dan val ik altijd van de bank van het lachen. Want het is volkomen net andersom. Ja, en Israël staat weer onder aansturing van de paus, dus het is één grote charade die we voorgespoeteld krijgen. Maar dit laat de innige relatie zien. Het zit al op een briefje van 1 US dollar. Dan even naar Stonehenge, een klein uitstapje. Dit is wat we ongeveer van wie van zien. Ja, heel veel dingen liggen om. Maar dit is hoe het eruit zag toen het gebouwd was, toen het nog functioneerde. Want het is gewoon een sterrenwacht. Je kunt heel goed de lichtjes zien en door die spleetjes kun je precies zien waar ze zijn. Dus kun je heel goed de tijd monitoren. En dit is het moment van de zomerzonnewende, 21 juni ongeveer. Dan komt de zon ligt hier precies bij zonsopkomst tussen de heelstoos door, gaat naar binnen en komt hier precies op de altaarsteen terecht. Ja, dat gebeurt maar één keer per jaar.
En dan weten we, oké, de zomer zonder Wende is en de zomer begint. Yellowstone, daar is iets mee. Want daar vinden wij, in Sumerisch schrift, vinden wij de getallen op weergegeven. Zit er iemand in de zaal die Sumerisch kleischrift, spijkerschrift kan lezen? Nee. Nee? Ik ook niet hoor, ik heb het allemaal opgezocht. Maar dit zijn getallen. En als je kijkt naar die getallen, dan zie je dat hier 3 zijn, hier ook 3, en hier 3, en daar 2. Wat hier eigenlijk staat, is dit. En dat is precies hetzelfde als wat we op het briefje van 1 US dollar vinden. Aan de ene kant 33 en daarnaast 32. Oh, dat gaat heel snel. Dit is niet 3332. Als het ons schrift zou zijn wel, maar het is ons schrift niet. Het is Sumerisch spijkerschrift. En Sumerisch spijkerschrift is gebaseerd op tientallen en op daar weer 6 fouten van. En dan weer tientallen en dan weer 6 fouten. Ja, wij doen tientallen, honderdtallen, duizendtallen, steeds keer 10, keer 10, keer 10, keer 10. In Sumerië was het keer 10, keer 6, keer 10, keer 6. Dus steeds onwisselend. Dus dit is 2 keer 1, is 2. Dit is 3 keer 10, is 30. Als je het optelt heb je 32. Tot zover is het precies wat wij ook doen. Alleen nu begint het anders te worden. Want het is geen 3 keer 100, maar 3 keer 60. Dat is 180. En niet 3 keer 1000, maar 3 keer 600. Dat is 1800. Nou, wat krijg je wanneer je dit allemaal bij elkaar optelt? 2012. Dus op Stonehenge vinden wij een verwijzing via Sumerisch spijkerschrift naar 2012. En als je weet wat de betekenis is van die vleugels, van die veren en de vleugels van de adelaar op de 1 dollar briefje, is het ook 2012. Maar dan wel op zijn Sumerisch. Is er iets bijzonders aan de hand met dit jaar? De Maya's hadden er ook over, gaan we zo over hebben. Ik denk het wel. Nou, dan even terug naar dit verhaal. Schaduwwereld, stroomwereld en de bronwereld. De chakras. Wij verbinden ons energetisch met onze moeder en onze vader. Energetisch is onze moeder onder ons en onze vader boven ons. Onderste kleur is rood. En de energetische kleur van onze moeder is warmte, is infrarood. Infrarood is de uitstraling van onze moederplaneet, dus de warmte die uit haar komt. Violet is de kleur van ons bovenste chakra, ons kruinchakra. En de kleur die daar precies boven zit, energetische kleur, is ultraviolet, boven het violette. Dus ultraviolet, violet, infrarood, rood. Via onze bovenste en onze chakra, sorry, verbinden wij ons met onze vader en onze moeder. Wij zijn een energetische regenboogbrug tussen de energieën onder ons en de energieën boven ons. Dat is ook onze verbindingsfunctie. Wij zijn het kind, energetische kind, tussen onze vader en onze moeder. En ik gaf het al eerder aan, die chakra's, dat is niet een of ander vaag verhaal uit het oosten. Dat is een koppeling met de endocrine klieren. En de functie van die endocrine klieren is het aanmaken van hormonen. En hormonen, dat komt voor het Griekse woord hormao, dat betekent in beweging zetten. Die hormonen die zetten ons fysieke lichaam in beweging. Op basis van de energieën die we ontvangen. Als we heel veel negatieve energie ontvangen, dan maken we heel veel adrenaline. Adrenaline brengt ons fysieke lichaam in paraatheid om onmiddellijk tot actie te kunnen overgaan. Ja, wordt ook wel vechten of vluchten genoemd. Als ik vol met stress zit, dan wil ik of iemand een klap voor zijn kop geven, of ik ren daar hard vandoor. Dat is waar ik energetisch op dat moment helemaal klaar ben. Dat komt door die adrenaline. En als je iedere dag je vol laat pompen met adrenaline, door de stress in de file, de stress op je werk, de stress in je gezin, de stress weet ik veel waar, en dan blijf je maar adrenaline maken en vroeg of laat ga je daar eens een keer iemand een knal verkopen. Of ga je andere rare dingen. Dat je helemaal uit onbalans raakt. Nou, zo werken al die hormonen. Ik ga ze niet allemaal uitleggen, maar al die hormonen hebben een specifieke functie. Van sommige word je heel blij, van andere word je een beetje opgevallen. Ze hebben allemaal een functie. En ze komen door de energetische werking van de chakras. Ze hebben niet allemaal dezelfde richting. De onderste, die staan naar onderen gericht. En de bovenste staat naar boven gericht. Ja, je ziet dus zeg maar de plus aan de onderkant, dat betekent dat je ontvangt. Dat is de yin-kant. Je ontvangt dus energie, die komt in je gewerveld. Vanuit de onderkant, die komt in je onderste chakra. Die komt ook via je voetzolen naar boven. En die gaat dan omhoog. Maar misschien is het ook goed om hier te zeggen, de atteren, de bijnieren, die zitten eigenlijk fysiek boven de pancreas, boven de alvleesklier. Maar de energetische ingang zit er wel onder. Maar precies onderaan je, zeg maar je romp, daar zit geen endocrine klier, daar zit wel de ingang. Ja, dus de energie die komt hierin en die gaat eigenlijk hier naartoe. Daar zitten de bijnieren. En aan de bovenkant precies hetzelfde verhaal. Want hier bovenop, hier zit geen endocrine klier. Ik voel je wel kriebeling,
maar er zit niks. Hier komt de energie naar binnen. En de energie gaat helemaal hier tot onder de epifyse, naar de hypofyse, naar de hersenaanhangsel. Daar komt de energie binnen. Ja, dus je derde oogchakra zit eigenlijk fysiek hoger dan je kruinchakra. Het wordt heel vaak door elkaar gehaald, maar dat is onhandig. En je epifyse wordt pijnappelklier genoemd. Nou, ik gaf al eerder aan, heel veel zaken in het Vaticaan hebben te maken met die pijnappelklier. Die de vorm hebben van een oude dennenappel, zeg maar, een ananas. Dus de onderste staan naar onderen gericht en de bovenste naar boven gericht. Dus zo komt de energie van onder naar boven. En die andere die staan eigenlijk naar voren en naar achter gericht. Afhankelijk van of je een yin-type bent of een yang. Als je een yin-type bent, ik doe het even voor de typische man en de typische vrouw. Dus voel je alsjeblieft niet beledigd als je een iets andere geaardheid of wat dan ook hebt. Maar bij de typische vrouw staat deze tweede chakra, wat ook wel de seksuele chakra genoemd, heeft te maken met je geslachtsklieren, staat naar voren gericht. Dat wil zeggen dat je ontvangt. Nou, als je iets weet van de geslachtelijke voortplanting van de mens, dan zie je inderdaad dat de vrouw het ontvangt en de man die geeft het. Dus bij de vrouw komt er iets in en bij de man gaat er iets uit. Ja, ik hoop dat jullie dat allemaal weten. Ik niet allemaal, maar... Bij de tweede chakra wordt ook wel de wilschakra genoemd. Zie je dat het net andersom is. En ik gebruik hier vaak een voorbeeld van geld in. Een typische hetero-relatie brengt het mannen geld binnen en de vrouw zorgt dat het er weer uit gaat. Energetisch is dat helemaal oké, want daarin is het net andersom. Ja, dan geeft de man en ontvangt de vrouw. Kijk je naar het hartchakra, dan is het weer net andersom. Dan is het de man eigenlijk die weer geeft en de vrouw die ontvangt. Als je ziet hoe de meeste relaties tot stand komen, is het de vrouw die misschien van alles uitstraalt, maar de man die geacht wordt het initiatief te nemen om het contact te maken. Dus dan is het uitgaande energie bij de man en de ontvangende bij de vrouw. Ja, de vrouw wil graag ook al die aandacht van die man. Dat ook even. Dan krijgen we dit chakra, het halschakra, en dan is het weer net andersom. En dan gaat er bij de vrouw dus iets uit en bij de man gaat er iets in. Maar als er bij de vrouw te veel uitgaat en de man dus te veel moet luisteren, dan wordt die man er heel moe van. Ja? Dat is gewoon energetisch zo. Dat ligt niet aan man en vrouw, maar man, op een gegeven moment is die gewoon een beetje klaar met al dat gepraat van die vrouw en dan is het mooi. En dan de allerhoogste chakra, de derde oogchakra. Daarmee kun je zeggen, de typische vrouw verwacht van de typische man dat hij visie heeft. Dat hij die visie uitdraagt. Ja? Misschien vallen vrouwen op het uiterlijk van mannen, maar als die man uiterlijk helemaal oké is, maar die heeft geen visie, dan is er toch niet voldoende chemie. Die man moet iets uitstralen. Ja, dat is iets wat ook seksappeal heeft. Ja, zo zie je dat de energetische werking van yin en yang net omgedraaid is. Dat heeft met die merkenbaas te maken, met die sterdeter. Oké, dan naar onze persoonlijkheid. En de manier waarop we energetisch met elkaar omgaan. Dit is een metafoor van meester Gurdjieff. Ik heb al zijn boeken gelezen en ik vond het vreselijk interessant. Ik begreep er niet zo heel veel van toen ik de eerste keer las, maar ik had wel het gevoel van hier klopt iets. Dit is de metafoor die hij gebruikt om te beschrijven onze persoonlijkheid. Hij zegt onze persoonlijkheid is een combinatie van een paard, een koetsier en een koets. Er zitten eigenlijk drie aspecten in onze persoonlijkheid. Maar dat is niet alles, want er is nog een vierde element. Het vierde element is wat in die koets zit. Want deze koets heeft op zich een functie. Ja, deze kan de hele dag door de stad rijden, maar ja, waar gaat het om? Het gaat om de persoon die in die koets zit, die vervoerd wordt. De meester van de koets of de passagier, of wie dat ook. Dit is ons hogere zelf. En die andere drie gecombineerd is ons lagere zelf. Althans, zo zie ik het. Het rijtuig staat voor het fysieke lichaam. Ja, het rijtuig is het, ons lichaam. En met dat lichaam kunnen we waarnemen. We hebben ogen, oren, neus, tong enzovoort. We hebben de vijf zintuigen. Het paard staat voor ons gevoel. En het gevoel is onze motivator, is onze drijfveer, is onze drijvende kracht. Als je iets heel leuk vindt, dan wil je het als vanzelf gaan doen. En als je iets niet leuk vindt, dan moet je daar geld voor krijgen. En dan ga je het alsnog doen. Ja, dan moet je de paard een wortel voor houden en dan denk je, nou die wortel wil ik wel. Ja, ik wil volgend jaar wel dat niveau bereiken. Ik wil wel carrière. Ik wil nog wel meer van dat. Dan moet je het paard een beetje omkopen. Want een paard wordt in principe intrinsiek gemotiveerd. Dan doet hij wat hij zelf leuk vindt. Of je moet het paard iets laten doen wat hij vanzelf niet leuk vindt. Dan moet je hem omkopen. Oh. Op de bok zit de koetsier en dat is ons verstand.
En het verstand is eigenlijk een heel eenvoudig computerprogramma. Het heeft al een enige functie, zorgen dat die koets op de plaats van bestemming aankomt op het juiste moment. Dat is alles waar ons verstand voor nodig is. Alleen het verstand, die is een beetje zijn eigen leven gaan leiden. Meester Koertje heeft even terug gaan kijken. Meester Koertje zegt, bij de meeste mensen, hij leeft in Rusland een tijdje terug. Hij zei, de koetsier is eigenlijk gewoon een oude, dronken Russische man. Die met de ene hand een fles wodka vasthoudt en met de andere hand fluit naar mooie vrouwen die hij onderweg tegenkomt. En als je kijkt waar het verstand van veel mannen mee bezig is, inderdaad zijn dat die twee dingen. Dus denkfunctie is belangrijk, maar het is een functie. Het is niet iets wat het allerhoogste is. Het allerhoogste is contact maken met de meester in ons, met onze intuïtie. Via onze intuïtie maken we contact met ons hoger zelf. En als je het aandurft om intuïtief beslissingen te nemen in je leven, nou dan kom je op een hele andere manier in leven te staan. In het begin is dat heel eng, althans ik vond het in het begin heel eng. Op een gegeven moment dan weet je dat het goed voelt en dat het ook gewoon maar goed gaat. Voor veel mensen durven die stap niet te maken. En die blijven angstvallig vasthouden aan het beperkte verstand van die koetsier. Nou, dit zijn natuurlijk gewoon de vier energieën. Want het rijtuig is aarde-energie, het paard is waterenergie, ons gevoel, luchtenergie, luchtkastelen, dat zijn onze gedachten, we denken allemaal luchtkastelen. En vuur, het vuur van onze geest, onze spirit, ja, bekeisterd zijn we, ja, we zijn vol vuur, dan zijn we, hebben we maar contact met ons meester. Dus dat zijn de vier energieën. En dat zijn ook de vier lichamen die we hebben. Dan is er nog een vijfde energie. Want aarde en lucht zit in dit stuk, vuur en water zit hier. Is nog een vijfde energie, ether. En ether gaat over informatie. Ether is eigenlijk de manier waarop informatie zich kan uitdrukken in een van die andere energieën. Nou, dat klinkt misschien nu een beetje abstract, maar het is heel concreet. Dit zijn die vier energieën. En dit is de manier waarop die energieën zich kunnen uitdrukken. Of die informatie zich kan uitdrukken. Op een fysieke manier, op een magnetische manier, met golven, bijvoorbeeld straling, of geluidsgolven. En op een foto-elektrische manier. En dit kennen we allemaal. Misschien niet op deze manier, maar wel als ik de voorbeelden laat zien. Want dit is de manier waarop wij bijvoorbeeld een liedje kunnen opslaan. Vroeger hadden we een grammofoonplaat. Met een liedje op een fysieke manier opgeslagen. En had je gevoelige naald nodig die dat er weer af kon halen. Daarna zijn we liedjes op gaan nemen met magnetische bandjes. Dus een leuk liedje op de radio, druk je twee knopjes in. En het liedje van de radio kwam op je bandje. En dan kon je net zo lang afspelen tot het bandje in je apparaat verdween. Je moest hem eruit peuteren. En dat was de manier, magnetische manier. Wat je op de radio hoorde, dat waren eigenlijk golven. Ja, die kwamen via de ether, werd dat genoemd. Maar dat is een beetje een raar woord eigenlijk. Die kwamen via geluidsgolven kwamen die op je terecht. En die via, met een antenne wist je daar weer op te pikken. Lange geluidsgolven, AM, FM, dat soort zaken. En tegenwoordig vinden we het heel gewoon om geluid vast te leggen op digitale foto-elektrische plaatjes. Dus zeg maar elektrische manier of foto-elektrische manier om het eraf te halen. En dit is de manier waarop, ether informatie zich kan manifesteren, hoe we het kunnen vastleggen. Heel eenvoudig eigenlijk. Nou, dan zie je, dit is een ander plaatje, we zijn alle vijf teruggekomen. De manier waarop onze chakras werken is dat we energie ontvangen. Dat zouden we ether kunnen noemen. Die etherische energie brengt de hormonen in ons tot stand via de werking van die endocrine klieren. En hormonen zijn chemische stofjes. Die chemische stofjes die brengen ons fysieke lichaam in beweging. Dus dit zijn de ontvangende chakras, dit zijn de hormonen en dit is wat er met ons lichaam gebeurt. Dat is die horizontale lijn. Als je kijkt naar onze drie basisfuncties, ons paard, ons gevoel, is water. Dat is een soort watercomputer. En dat gaat via ons hart. Ons bloed is ook water. De belangrijkste functie van ons hart is niet het rondpompen van het bloed. Het is eigenlijk het creëren van een magnetisch veld. Je kent allemaal wel het voorbeeld dat je, nou, bijvoorbeeld internetdating. Ja, je bent op zoek naar een nieuwe partner en je gaat op een of ander e-dating ding. Je ziet een heel leuk profiel en iemand probeert zich ook heel erg leuk aan te prijzen. Je denkt, nou, dat is wel wat. Je maakt een afspraak. Op het moment dat je iemand echt fysiek tegenkomt, maken die magnetische velden contact en je weet onmiddellijk, dit is het wel of dit is het niet. Zo simpel is het. Dat is magnetische informatie. Dat doe je op dit niveau. Alleen ons verstand, wat heel traag is, die heeft nog heel veel argumenten voor nodig.
Of als je bijvoorbeeld iemand aanneemt, CV ziet er heel indrukwekkend uit, maar je hebt argumenten nodig om aan je collega's uit te leggen waarom je die persoon wel of niet aanneemt. Ja, dus het vuurcomputer. Dit werkt met water, met het rondpompen van bloed, dat is water. En dit werkt met vuur. Onze neuronen vuren permanent allerlei elektrische signalen naar elkaar af, via de dendrieten. Dat is één grote parallelle vuurcomputer. Terwijl dit een hele spannende dynamische watercomputer is. En daartussen hebben we nog een chemische computer. Want alle zintuigen werken op een chemische manier. Jullie denken nu dat jullie mij zien. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat er een chemische reactie plaatsvindt in je oog. Dat wordt doorvertaald naar een elektrisch signaal. Dat wordt helemaal achter in je hersenen verplaatst. En achter in je hersenen maken jullie een plaatje wat lijkt op wat jullie denken dat hier te zien is. Maar eigenlijk sta ik op je kop. Althans, ons achterhoofd wordt omgedraaid en er zijn nog veel meer grapjes. Maar als je weet hoe perceptie werkelijk werkt, dan zie je dat alles, ja, alles vertaald is. Wij zien niet wat er is. Wij zien wat we denken dat er is. Ja, wij creëren onze eigen werkelijkheid via onze zintuigen. Dat is eigenlijk, ja. De kwantumfysica laat het ook heel mooi zien. De hele werkelijkheid is gewoon een holografische projectie. En wij projecteren het. Alleen we hebben het nog niet helemaal door. Ja, dus als je de verticale lijn bekijkt, dan zie je dit is vuur, dit is bovenin. Dit is water, dit is het hart. En daartussen vind ik de meeste zintuigen. Tussen hier en hier. En dat zie je hier ook. Dus zo kun je het ook terugzien. Dit hebben we ook allemaal nodig om gezond te blijven. We hebben lucht nodig. Als we geen zuurstof krijgen, O2, dan is het binnen een paar minuten afgelopen. Ja, dan is het één oefening. Dan is het fysieke lichaam klaar. Over en uit. We hebben ook fysieke dingen nodig. Ja, eten, drinken, fysieke dingen. Water is meer drinken. Maar we hebben ook magnetisme nodig. Dat ze bij NASA niet vertellen, op het moment dat de astronauten de ruimte worden geschoten en ze loskomen van het magnetisch veld van deze planeet, dan raken ze volledig in de war. Ja, in het begin ging het helemaal mis. Er wordt nu een kunstmatig magnetisch veld gecreëerd in al die ruimtedingen. Omdat we dit nodig hebben. We hebben een magnetisch veld nodig. En als het magnetisch veld verstoord raakt, dan zie je al die vogels en vissen en al die ellende. Dan gaan er dus ernstige dingen gebeuren. Ja, dit is de magnetische informatie die we nodig hebben. We hebben vuur nodig. We hebben niet, als die zon uitgaat, dan is het in één keer afgelopen hier. Maar als je een tijdje geen zon hebt gezien, dan raak je steeds meer in onbalans. De beste manier om mensen met psychische klachten op te lossen, toen ik studeerde werd het al verteld, is gewoon lichttherapie. Mensen die ook de zwaarste, ja, schizofrenie of wat dan ook klachten hebben, hou je gewoon 48, 46, 96 uur wakker. Als er mensen slapen worden, gewoon wakker schudden. Zorgen dat ze veel licht krijgen. Alle klachten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Van de farmacie natuurlijk niet zo leuk. En nu is de DSM-3 en daarna DSM-4 bedacht enzovoort. Allemaal pilletjes. Maar zonlicht geneest je van alle ellende. Jullie kijken maar alsof het niet waar is. Ga het gewoon onderzoeken. Maar we hebben dit nodig. Ja, voorjaarsmoeheid van mensen die hebben hun energie is op. En ze hebben het onvoldoende tijdig weten aan te vullen met zonlicht. Daar komt het op aan. En we hebben eten nodig. Eten is informatie. Als wij geen informatie krijgen, dat heel lastig is. Maar als je helemaal loskomt van informatie, dan ben je ook dood. Als je hersenen niet meer geprikkeld worden, is het afgelopen. Wij hebben informatie nodig. Alleen de vraag is, wat voor informatie? Als je de hele dag door naar het journaal kijkt of naar CNN, dan krijg je een ander soort informatie dan wanneer je eens een keer een goed gesprek voert met iemand. Ja, dus dit zijn ook de vijf levensbehoeftes. Heel belangrijk. Nou, die energieën die spelen een bepaald spelletje met elkaar. Die spelen een vrouwelijk spel en een mannelijk spel. Nogmaals, het vrouwelijke is niet beter dan het mannelijke. Ze zijn allebei noodzakelijk. Het gaat om de balans. De vrouwelijke manier van spelen is een voedende manier. Een vrouw geeft en daardoor komt er steeds meer. Een man heeft een neiging om te nemen en dan komt er steeds minder. Maar dat gaan we straks. Vrouwelijke cyclus is dus de voedende cyclus. Als vuur, de woorden zijn dus heel mooi gekozen. Ja, we hebben nu andere woorden, we hebben nu geen lucht meer, maar we hebben nu hout. Eigenlijk dezelfde energie. Dat is de energie die wil uitbreiden. In het voorjaar zie je dat er heel veel nieuw hout komt. Alles gaat groeien, dat is een uitbreidende energie. En als je een gaatje hebt in je fietsband, dan wil lucht naar buiten. Dat is ook uitbreidende energie. Dus hout en lucht is uitbreidende energie. Steeds groter willen worden. Metaal en ether is verbindende energie. We hebben ons afhankelijk verbonden met allerlei metalen draadjes. Ja, telefoondraden. Tegenwoordig vinden we het heel normaal dat we draadloos zijn. We zijn overgestapt van metaal naar ether.
Zelfde energie. Dus de verbindende energie. Vuur naar aarde is een voedende relatie. Als je vuurtje hebt gestookt, hou je as over en dat is weer voedsel voor de aarde. In de aarde groeien metalen. En die metalen worden als het ware gevoed door de aarde. Metaal voedt water. Water, dat vinden mensen soms wat lastig. Maar als je ziet, als je bijvoorbeeld een vaatwasser te vroeg open doet, alles van metaal is nog nat, alles van steen is al droog. Dus metaal is op een of andere manier in staat om water langer vast te houden. En als het heel erg heet is, zie je als eerste waterdruppeltjes ontstaan op metalen voorwerpen. Dat condenseert daar als eerste. Dus die voedende relatie van metaal naar water. Nou, water voedt hout, dat snapt denk ik iedereen. Als je plantjes geen water geeft, gaan ze dood. En hout voedt vuur. Als je vuurtje langer door wil branden, moet je dan hout hebben. Dus dat is de voedende relatie, waardoor er steeds meer komt. Meer en meer en meer. Om het in balans te houden, is er ook een relatie nodig waarin er steeds minder komt. En dat is de mannelijke relatie. En dat zien we via de rechte lijnen, de rechte pentagramlijn. Als je kijkt naar de symbolen die wij over het algemeen hebben, kijk maar even naar je nummerbord op je auto, dan zie je alleen maar die pentagramlijn. Dus alleen maar het mannelijke. Als je het mannelijke ziet, als je pentagram ziet zonder de omringende cirkel, is het het symbool voor het mannelijke. Doe je de cirkel erbij, dan is het mannelijk en vrouw. Vuur beheerst metaal. Als je metaal heet maakt, kun je het in andere vormen bouwen. Beheers je het. Als je met een metalen bijl een houten boom omkapt, heb je minder boom. Als je met houten planken de aarde stut, omdat het niet in wil storten, die slootwand, dan beheers je de aarde. Als je met aarde duinen en dijken maakt, of je kunt eigenlijk alleen maar dijken maken, dan beheers je of probeer je het water te beheersen. En als je met water vuur blust, dan probeer je het vuur te beheersen. Dus dat is de mannelijke manier waarop die energieën samenspelen. De heersende, controlerende relatie. Als je kijkt wat wij gedaan hebben, we hebben eigenlijk alleen maar met die rode pijltjes gespeeld. Bijvoorbeeld als wij naar huis fietsen en we hebben een dynamo op onze voorwiel of achterwiel, dan wekken we zelf elektriciteit op. Nou, hoe doen we dat? We brengen de wielen in beweging, dat doen we door te trappen, dat is kinetische energie. Die kinetische energie die brengt ook het topje van die dynamo in beweging. En in die dynamo zien we koperen spoelen om een magneet heen. En die magneet die wordt door het topje van die dynamo gedraaid, gaat de magneet ook draaien in die koperen spoelen. En doordat die koperen spoelen, omdat het die magneet gaat draaien, gaat er een stroompje lopen in die koperen spoelen. Dat heb ik net hopelijk aangegeven. En op die manier ontstaat er dus een elektrisch stroompje. Dus we fietsen zelf, daardoor gaan dingen draaien, die magneten gaan ook draaien en daardoor ontstaat elektrische stroom. Dat is de manier waarop elektriciteit wordt opgewekt. Veel mensen denken dat groene stroom dat het heel anders is, maar dat gaat op dezelfde manier. Alleen dan hebben we lucht of hout, energie, brengt die wieken in beweging en dan precies hetzelfde riedeltje. En als je kijkt naar een kolencentrale, dan maken we hier explosies. Hout is ook chemisch. Ja, of de verbrandingsmotor, werkt allemaal op dezelfde manier. We maken hier explosies en op die manier krijgen we elektriciteit. Allemaal op de mannelijke manier. Ik denk dat als zaak wordt dat we ook op een vrouwelijke manier in staat gaan worden om elektriciteit op te wekken. Via wat een nulpuntenergie wordt genoemd, of tachyonenergie, vrije energie. Dan moet je helemaal last doen. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de gezondheidszorg. Ja, ik noem het liever gewoon zorg, want met gezondheid heeft het voor me heel weinig te maken. Chemische middeltjes, farmaceutica, worden ingezet om fysieke ziektesymptomen, adersymptomen te onderdrukken. Heeft niks met genezen te maken, heeft te maken met symptoombestrijding of symptoomonderdrukking. Genezen wil zeggen dat je de oorzaak van ziekte wegneemt. Maar als er iets is wat niet geleerd wordt op de universiteiten, de geneeskundige faculteiten, is dat oorzaak van ziektesymptomen. Wat de studenten daar eigenlijk allemaal leren, ik denk dat ze allemaal heel erg bevlogen medicijnen gaan studeren. Ze noemen het ook medicijnen, dat is ook heel terecht. Ze noemen het geen geneeskunde, want ze leren inderdaad hoe je farmaceutische middelen koppelt aan ziektebeelden. Maar studenten die geneeskunde gaan studeren, denk ik, doen dat omdat ze graag iets willen betekenen voor de mensheid. Maar uiteindelijk, na 4 jaar en al die andere dingen, zijn ze heel goed in staat om farmaceutische middeltjes te koppelen aan ziektesymptomen. En dat is toch iets anders dan genezen, in mijn optiek. Dit zijn de 5 energieën, 5 energetische fasen, moet ik eigenlijk zeggen. Want eten is eigenlijk de fase in het nulpunt, in het midden. En er zijn ook 5 platonische lichamen, zijn we niet ook bij Plato. Dit zijn die 5 platonische lichamen. En die hebben allemaal een verschillend aantal hoeveelheden vlakken. Tetra betekent 4. En een tetraeder heeft 4 vlakken. En dat is de symbolisering van vuurenergie. Aarde heeft 6 vlakken. Hexa betekent 6.
En aarde geeft stabiliteit. Via die kubus, is heel stabiel. Octaeder, octa is 8, staat voor lucht. Dodecaeder, dat is een beetje bijzonder, maar die heeft pentagonen op de zijkant. Ze heeft 5 groepen. Dat is eten en water is icoseder. Nou, we zien heel mooi, water en vuur zijn de uitersten als je kijkt naar het aantal vlakken. Want het icoseder heeft 20 vlakken en de water heeft veel minder, heeft er maar 4. Dus dat zijn de twee uitersten. Nou, het is heel belangrijk, denk ik, dat we hier kennis van hebben. Ik vind het raar dat we op de basisschool, of misschien nog wel eerder, niet met deze vormpjes spelen. Want het is hartstikke leuk om daarmee aan de gang te gaan. Om te begrijpen hoe die vormen heel mooi samenspelen. Nou, nu dat de Maya-kalender, eigenlijk moet ik zeggen de Azteken-kalender. Want de Maya-kalender, de Maya's waren veel in de Azteken. Het is de overlevering van de Azteken. Dus het is een overlevering van de Maya-cultuur, maar dat zijn we voor de details. Iedereen heeft het over de Maya-kalender, maar het is eigenlijk de Azteken-kalender, dat probeer ik te zeggen. Steen van de zon wordt die genoemd. Ja, niet voor niets is het een verwijzing naar de zon, naar Jezus Christus, naar de Messias. De verlosser. En je ziet heel mooi, het is dan een ingekleurde versie, heel mooi die vier energieën. En rood staat voor aarde, wit staat voor lucht, blauw, zwart staat voor water en geel staat voor vuur. En je moet je voorstellen dat dit wiel met de wijzers van de klok meedraait. Dus je krijgt eerst een rode, dan een witte, dan een blauwe, dan een gele enzovoort. Je krijgt eerst aarde, dan lucht, dan water, vuur. Precies dezelfde volgorde als die we de hele tijd al te zien krijgen. Ja? De kennis zit dus in de Maya-astrologie, maar zit ook in de westerse astrologie. Dat is dezelfde volgorde. Onze voorouders wisten dat, maar we zijn het een beetje kwijt. En die energie hebben een bepaalde betekenis, een psychologische betekenis. De aarde-energie is de energie van ingaan. Dan begin je met iets nieuws. De lucht-energie is het uitwerken, dat is de tweede fase. Je bent iets nieuws begonnen, je hebt zelf iets heel nieuws bedacht, dan moet je dat verder gaan uitwerken. Dat is de tweede fase. Derde fase ga je het invullen. Ga je de details invullen. En de vierde fase, de afsluitende fase, ga je daadwerkelijk doen. Ga je het uitvoeren. Nou, yin is in, yang is uit. Je ziet steeds een afwisseling van in, uit, in, uit. In, uit, in, uit. In gaan uitwerken. Invullen, uitvoeren. Ik heb die woorden zo gekozen dat je heel goed in en uit terug ziet komen. Aarde, lucht, water en vuur. Dat zit voortdurend in iedere Maya-kalender. Dit is die volgorde van ingaan, uitwerken, invullen, uitvoeren. En dan weer ingaan, volgen, ingaan. En hier zie je de vijfde energie erbij. Daarnaast, eten. En als je 4 keer 5 doet, ik voer te ver om je allemaal uit te leggen, in het boek heb ik het helemaal uitgeschreven. Als je 4 keer 5 doet, krijg je 20 verschillende energetische constellaties, als het ware. En dat zijn de 20 zegels van de Tzolk'in, van de heilige Maya-kalender. Tzol betekent tellen en kien betekent etmaal. Dus ieder etmaal heeft een van deze 20 zegels. Ja? Hoe komt het dan bij het eten? Omdat eten is niet aanwezig in onze fysieke werkelijkheid. Dus je kunt, we hebben ook 4 windrichtingen met allemaal eigen energie. Die 5e zit eigenlijk in het hart, maar die wordt daarin niet meegenomen. Maar wat ik laat zien is wanneer je dat op deze manier bekijkt, dus 4 keer 5 doet, en dan kijk naar die energetische combinaties, dan snap je precies waarom die beelden zijn gekozen door de Azteken, door de Maya's. Er is een beetje verwarring over deze kalender, want je hebt de Dreamspel-variant van José Aguilera's, en je hebt de oorspronkelijke Tzolk'in-kalender, dat noem je de klassieke. En er zit een beetje verschil in. Details, maar ik vind die details wel heel belangrijk. Ik gebruik in ieder geval andere namen. Bijvoorbeeld Simi betekent, Simi is eigenlijk een overgang van het ene naar het andere. Het is een soort deur. Maar in de Dreamspel wordt de wereldoverbrugger genoemd. Nou, als iemand te horen krijgt, jij bent wereldoverbrugger, oh, dat klinkt wel als een mooi zegel. Dat streelt je ego wel. Eigenlijk betekent Simi dood. Als je iemand een reading doet die zegt, ja, maar jij bent zegel dood, dan denk ik, nou, dat vind ik geen leuke reading. Dat past me niet helemaal. Maar Simi is de overgang van het ene naar het andere. Dus volgens mij is het woordje poort een veel beter woord dan wereldoverbrugger. Dat betekent hetzelfde. Ik heb het allemaal uit, voor te ver om dat nu allemaal uit te leggen. Maar ik kies ervoor om andere namen te hanteren, omdat het volgens mij meer recht doet aan de oorspronkelijke betekenis. Daar gaat het. En dit is dan die Tzolk'in kalender. Een hele bijzondere kalender.
Je ziet hier de 20 zegels van boven naar beneden. Begin bij krokodil 1 of IMIX en dan eindigt bij AHOU of zonlicht 13. Dit is zonlicht 13, hier is IMIX 1. En dat gaat steeds tot 13 en dan gaat het weer bij 1. Dan wordt het 13. Dus het loopt zeg maar zo van boven naar beneden, van links naar rechts door al die tonen heen. Al die tonen en zegels. En je ziet hier ook nog een soort bijzondere vorm in. Want die zwart gekleurde dagen hier, zwart gekleurde etmalen, daarvan zeggen de Maya's, die hebben een bijzondere energie. Die energie is op die dagen krachtiger. Nou, met een beetje goede wil kun je die energetische appel hier weer terugvinden. Een soort die vortexbeweging die naar het midden gaat en die weer naar buiten gaat. Het zijn 52 bijzondere dagen in een geheel van 260 dagen. Precies 1/5 ervan. Ja, het voert te ver om naar de winter te gaan, ik moet nog veel meer vertellen. Maar ik vind het een vreselijk fascinerende kalender. En, ja. Dan weer even terug naar de tonen. Want die 13 tonen van de Maya kalender, dat zijn dezelfde 13 tonen als die we terugvinden op de toonladder. En hier zien we de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dat zijn er 8. En er zitten dus 5 zwarte toetsen tussen. En nog eens 2 schokken. En dan krijg je dit. Ja, want 5 hele tonen, 8 hele tonen plus 5 halve, dan krijg je 13 tonen. En dat zijn de 13 tonen van de schepping. 13 tonen van de Maya. En als je deze weer weergeeft, dan krijg je een heel mooi ritme. Do, halve toon, Re, halve toon, Mi, halve toon. Oh nee, ik ga naar Mi, geen halve toon. Fa, ga naar de overkant. Halve toon, Sol, halve toon, La, halve toon. Si, en naar Si, geen halve toon. En weer Do. En zo heb je de hele en halve tonen precies in het ritme. De eerste Do en de laatste Do zijn energetisch precies hetzelfde. Want je kunt je voorstellen dat het riddeltje kun je er gewoon weer achteraan plakken. En dan nog een keer, nog een keer. Dat heet een fractaal. Dat is een patroon dat zichzelf blijft herhalen. Zowel de ene kant op als de andere kant op. Groter en kleiner. Die witte stukken die kun je aanduiden als positief, als yin, als dag. En die donkere stukken onder de nullijn kun je aanduiden als nacht, als yang. Oftewel de schepping, want daar gaat het hier over. De schepping bestaat uit 7 dagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo staat het ook in het boek Genesis. Maar ook over 6 nachten. En dat staat er helaas niet bij. Dus het is het halve verhaal wat dat betreft. Plus gecombineerd met wat ik al eerder heb uitgelegd over die 7 niveaus van de schepping. Maar dit zit er dus ook in. Dit zijn ook 7 dagen van de schepping. Deze schok hier is nodig om van de Fi naar de overkant te gaan. En die andere schok is nodig om van de zwarte kant weer naar de andere kant te gaan. Nou, we zitten nu in deze fase. We hebben nu met deze schok klaar. Ik ga straks uitleggen wat die schokken zijn. Dit is de Amerikaanse vlag. Vlag van de US of A. Je ziet hierin precies hetzelfde. Ook 7 dagen en 6 nachten. Alleen die zijn de dagen zijn rood gekleurd. En de nachten zijn wit gekleurd. Zijn een beetje omgedraaid. En wat je hier ziet, je ziet ook sterretjes. Dit zijn de 7. Zeg ik goed? Nou, dit zijn de 6 en dit zijn de 5. Nou, 6 en 5. Dit zijn in totaal 11. Oh, sorry. Ik krijg een beetje normaal. Zijn in totaal 9 rijen boven elkaar. Die 9 die zijn heel erg belangrijk. Ga ik op in. Maar 6 en 5 opgeteld is weer 11. En 11 is ook een heel belangrijk getal. Voor mij zijn de meest belangrijke getallen 9, 11 en 13. 9, 11. Misschien heb je er wel eens van gehoord. 9-11. Schijnt iets gebeurd te zijn. Ik ga het ook nog over hebben. Die schok, die tweede schok is een beetje lastig. Want als je kijkt naar de toonladder, dan zit die schok eigenlijk hier, tussen Si en Do. Maar als je kijkt naar het enneagram, of naar het octaaf, dan zit die schok tussen de Sol en de La. Die zitten hier. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Ik ga straks uitleggen hoe we dat kunnen gaan begrijpen. Maar de uitleg is, de schok hier. Dit is een ontvangende schok, dit is een vrouwelijke schok. Die komt van buiten. Dit is een gevende schok, die komt van binnen. En die wordt hier gegeven, maar hier heeft die pas effect. Op internet heb ik een aantal filmpjes waarin ik dat uitleg, bijvoorbeeld aan de hand van eten en andere zaken. Maar het belangrijkste is, hier wordt die schok ingezet. En die heeft hier pas effect. De schok waar we nu mee te maken krijgen, is al heel erg lang geleden ingezet. En die gaat nu pas uitkomen. En die schok, ja, ik kan de spanning weg, en die schok heeft te maken met geld. We zien het ook helemaal terug in de fase waarin die groeit, van een zaadje tot en met een fruit bijvoorbeeld. Als we kijken naar een aardbei, aardbei begint als een aardbeizaadje. Dat is dag 1, energetische dag 1, toon 1. Want op toon 3 of dag 2 zien we dat het zaadje begint te ontkiemen. De schil van een zaadje breekt open en er komt iets naar buiten. Dat is de energetische fase 2. Dag 2, kiemen. Dan ontstaan de knoppen.
Of je kunt zeggen, het zaadje gaat zo hard groeien dat het door de bodem heen is gekomen. Als je gras hebt gezaaid, vanaf dag 3 zie je geen groene puntjes boven de zwarte zand uitkomen. Ja, dat is dag 3. Dag 3 is het moment waarop het zichtbaar wordt boven de grond. Dag 1 en dag 2 is het onder de grond, dag 3 is het boven de grond. Dan gaat het verder. Dan zien we bladeren ontstaan, dat is dag 4. Dag 5 zien we bloemen ontstaan, maar een bloem is in de eindfase. Bloem is bedoeld, heeft een functie, dat zou ik zo uitleggen. Die bloemblaadjes die vallen af en wat je overhoudt is de vruchtbodem. Dat wordt een vruchtbodem, dat wordt dus een vrucht. En dat is dag 6 en op dag 7 zien we dat de vrucht getransformeerd is naar fruit. En daarmee is het aardbei klaar. Maar zo'n aardbeiplantje zit boordevol zaadjes. Als je zo'n aardbeitje in de grond stopt, dan krijg je heel veel nieuwe aardbeiplantjes. Ja, daarop. Dus een aardbei is tegelijkertijd ook weer zaad. Deze dood is ook weer die dood. Alleen op een hoger niveau. Het heeft meer. En als je dit eet, vind ik een stuk smakelijker dan dit. En er zitten ook veel meer belangrijke vitaalstoffen in. Dus dat is zeg maar dood op een hoger niveau. Nou, elk van die niveaus die kun je uitleggen in de vorm van wat er gebeurt in de natuur. Maar je kunt het ook uitleggen in waar mensen heel goed in zijn. Het is precies hetzelfde. De Maya's die wisten precies waar iemand goed in was op basis van de toon van de dag waarop iemand geboren is. En daarom is zo'n kalender heel belangrijk. Iemand die geboren is op dag 1 is heel goed in aantrekken. En nieuwe dingen laten ontstaan, beginnen. Hele creatieve, inspirerende persoon. Iemand die op dag 2 geboren is, toon 2 moet ik zeggen, die is heel goed in oude structuren doorbreken. Maar dat gebeurt er. Zo'n zaadje moet doorbroken worden. Anders blijft er een zaadje. Die schil moet kapot. En als die schil doorbroken is, dan kan datgene wat in die schil zit, het DNA, kan geactiveerd worden. En door die activatie van die DNA, dat is toon 3, wordt er gedefinieerd wat eigenlijk hier al bij toon 1 is aangezet. Dat is aangetrokken. Dat is de definieringsfase. Dat is toon 4. Toon 5 gaat over bekrachtigen. Ik gaf net al aan, dit is aarde, water, lucht en vuur. Dit is een volledige cyclus, 1 tot en met 4. 5 is weer een nieuwe aardefase. 5 is een nieuw begin. 5 is het echte begin in de fysieke werkelijkheid. Dat is het moment waarop we de grasprietjes boven de grond zien. Dus dag 5, toon 5 of dag 3 is een hele belangrijke energetische dag. Vanaf dat moment is het zichtbaar. Op het moment dat het zichtbaar wordt, kan het gaan ordenen. Ja, als we kijken naar wat er gaat groeien, via fotosynthese krijgt het steeds meer energie en kan het steeds verder groeien. Ordening. Dan ontstaan de bladeren en die bladeren stemmen af op de omgeving. Een hele belangrijke functie. En die zorgen voor harmonie. 7 staat ook precies in het midden van 1 en 13. 7 zorgt voor afstemming. Mensen die op toon 7 uitkomen, zijn heel erg goed om af te stemmen. Dat zijn de perfecte bemiddelaars. Mensen die heel goed zijn in 8, die zijn goed in harmoniseren, in balans herstellen. 9, de bloemfase, gaat over mobiliseren. De functie van een bloem is het aantrekken van insecten, bijvoorbeeld bijtjes. Via geur en kleurstof. En door die aantrekkingskracht komen de bijtjes naartoe, zorgen voor kruidbestuiving. Die bloem mobiliseert als het ware de bijen. En als dat gebeurd is, dan kan zich iets manifesteren. Want na die kruidbestuiving komen we in de volgende fase. Dat is de manifestatie van die bloem. Wij tellen tot 10. Wij denken dat het bij 10 klaar is. Want datgene wat we hier hebben aangetrokken, dat heeft zich bij 10 gemanifesteerd. En we zijn klaar. Het project is afgelopen. Maar de Maya stelde nog even 3 tellen door. Want bij 10 is het nog niet klaar. Na 10 krijgen we 11. En het is belangrijk dat het oude, wat niet meer van belang is, dat we dat gaan ontbinden. Nou, volgens de Dreamspelkalender is mijn toon 11. En misschien is mijn rol wel om de kerk en de universiteiten te ontbinden. Want die hebben de langste tijd gehad en die hebben ons niet helemaal de waarde. Dat zie ik in ieder geval als mijn Don Quixote missie. 11 staat voor ontbinden. Die bloemblaadjes vallen weg. En dan bij 12 is het vervolmaken. Mensen die op 12 willen komen, 12 is het volmaakte getal. We hebben ook 12 dierenriemtekens in een cirkel. 12 uren in een wijzerplaat. 12 is een volmaakte rond getal. 13 is 12 en een beetje. Als je 12 ziet voor een cirkel, staat 13 voor een cirkel en een beetje. En als je cirkel en een beetje doet, dan krijg je steeds grotere spiraal. 13 staat voor het spiralen ontwikkelende universum. Daarom is 13 zo'n belangrijk getal. Als je 13 als getal hebt, dan zorg je dat je het overstijgt, dat je een hoger niveau weet. En die 13 fases zien we ook heel mooi terug in het mensenleven. Toon 3, sorry, dag 3, toon 5.
dat is een moment waarop wij als grasputje boven de grond komen. Dan komen wij uit de baarmoeder tevoorschijn. Of we willen met een tang uit de buik gaan slopen, dat kan ook. Maar dat is het moment waarop we zichtbaar zijn in de fysieke werkelijkheid. Dat is de derde dag. Maar het begint energetisch al veel eerder. Onder de grond als het ware. Het begint met de kinderwens, al dan niet bewust. En die kinderwens wordt uitgewerkt. Sommigen vinden dat een heel leuk stukje. En als het goed gaat, als het zeg maar energetisch allemaal klopt, dan ontstaat er een bevruchting. Dan komt er een zaadcel bij een eicel en dan is het, zeg maar, de kiem is er. De kiem van het nieuwe leven is er. En die kiem wordt verder uitgewerkt. In ongeveer 40 weken. En dan hebben we de geboorte. Dan hebben we de donkere fase, de derde nacht. Dan zijn we peuterkleuter. En als we twee zijn, zeggen we overal nee op. Wat de vader of moeder ook zegt, we zeggen gewoon nee. Hele leuke tijd is dat. Dan worden we kind, dan moeten we onze linker hersenhelft gaan trainen. Dan moeten we naar school en dan moeten we alles leren napraten. En dan moeten we niet leren nadenken. Dan worden we helemaal gehersenspoeld. Daarom is er ook leerplicht. We zijn schoolplicht, want je moet niet verplicht leren. Nee, je moet verplicht naar school. Wat je dat doet, moet je zelf weten, maar je moet er wel zijn. Dan gaan we daar tegen een opstand komen. De vierde nacht gaan we puberen. Gaan we alles doen, meestal dan onze ouders, want onze ouders doen dus heel erg stom. Daar klopt niks van. Dus we gaan lekker helemaal een andere boeg gooien. Opstandig zijn, gaan onze eigen invulling kiezen. En dan worden we volwassen, heet dat. We worden energetisch volwassen. Lichamelijk, fysiek of emotioneel bereiken we het hoogtepunt. Dan zijn we als het ware op de top van de golf. Als je kijkt naar de fysieke lichaam, dan zijn we nog het meest lang. We blijven nog een tijdje heel lang. Dan zijn we senior. Dan hebben we de overgang gehad. En dit streepje tussen is de overgang. En na de overgang zitten we in de seniorfase. En dat gaat gepaard met allerlei fysieke veranderingen. En dan gaan we een beetje over de hill. Dan zijn we bejaard, de zesde dag. Dan zijn we voorbij het hoogtepunt. Op de zesde nacht, plukken wij de vruchten van ons hele leven. Maar wat doen we met mensen die in deze fase zitten? Daar hebben we alleen maar last van. Die stoppen we weg in te huizen. Die leggen we chemisch plat. Alle oude natuurvolken die dragen mensen in deze fase op handen. Want daar zit de levenswijsheid, daar zit de ervaring. Daar moet je echt zijn, wil je goed advies krijgen voor de dingen die belangrijk zijn. Dat doen wij al lang niet meer. We blijven steeds dezelfde fouten maken, omdat we die kennis gewoon verkwanselen. Dan is de zesde nacht, dan is het klaar. De twaalfde toon, dan is het volledig rond. En dan verlaten we dit aardse bestaan. En dan gaan we vanaf de zevende dag naar de volgende fase. Dus in de nieuwe do, dan zien we het hier. Nou, volgens mij hebben we het heel vaak gedaan. Alleen lastig is, op het moment dat je hier bent, dan staat de teller weer op nul. Dan is ons geheugen is even gewist. En we weten het niet. En dus doen we maar weer hetzelfde. Dit is ook weer die 1, 2, 3 van Plato. Dit is de bron. De bron is de wens. Is de intentie. Daarmee scheppen we zelf. Wordt energetisch uitgewerkt. Er komt heel veel energie bij vrij soms ook. En dan is er daadwerkelijk in de materie iets gerealiseerd. Er is een nieuw, iets nieuws ontstaan. Ja, dus dat is zeg maar de stap van do naar la. Do van si naar la. Nou, dit zijn die 9 niveaus van de schepping. Zoals alles hier geschapen is. En iedere keer als we naar een hoger niveau gaan, dan gaan we naar de volgende versnelling. Veel mensen ervaren dat de tijd aan het versnellen is. Ik heb zelf geen idee bijvoorbeeld waar 2000 afgebleven is. Maar mij is het razendsnel voorbij gegaan. En ik kan nog steeds niet beseffen dat het al 2012 is. Maar het is toch echt zo. Maar tijd, voor mijn gevoel gaat de tijd steeds sneller en sneller en sneller. En de dag is ook zomaar voorbij. Ja, als jullie straks naar buiten gaan is het alweer donker. Bijna. En het heeft met deze kalender te maken. Deze kalender zegt, er zijn steeds 13 fasen van de schepping. Maar iedere volgende fase gaat 20 keer zo snel. En in de Maya-kalender zagen we altijd Sol King, dat het gaat om de getallen 13 en 20. Maar ook hier gaat het om de getallen 13 en 20. Het is een andere Maya-kalender. Eigenlijk zijn dit 9 verschillende Maya-kalenders. In elkaar. En dit is de schepping. De schepping begon een keer heel lang geleden. En die gaat daarna steeds sneller door. En ieder hoger niveau van de schepping wordt er een hoger niveau van bewustzijn geschapen. Het enige waar het hier volgens mij om gaat, is het bewustzijn. Ons bewustzijn leert naar steeds hoger niveau te klimmen. We komen van het allerhoogste niveau, we zijn heel diep afgedaald, heel diep in de materie gegaan en we zijn nu weer terug om op te klimmen naar een steeds hoger niveau van bewustzijn. Dat is volgens mij de reis, het spel wat we met elkaar bedacht hebben. En dat zien we heel mooi op deze piramide. We hadden voor de tweede gedeelte hadden we de piramide in Egypte,
Deze staat in het oosten van Mexico, op schiereiland Yucatan. In Chichen Itza werd dat genoemd. Het is de piramide van Kukulcan. En die heeft precies 9 niveaus. En die 9 niveaus die zagen we net terug. En ieder volgend niveau is kleiner, gaat dus sneller. En we zijn op weg naar dit huisje, hierbovenin. Volgens mij gaan we dat dit jaar nog bereiken, dat huisje. En als we daar bovenin zijn, dan hebben we ons bewustzijn op het allerhoogste niveau weten te ontwikkelen. En dan gaan we naar een heel ander tijdperk. Dat is in ieder geval mijn interpretatie van deze Maya-kalender. De eerste scheppingsronde duurde heel erg lang. Wat geschapen werd, was het bestaan. Dan hebben we het over eencellig organismen. Toen kregen we instinct, kregen we hele grote dieren, bijvoorbeeld dinosauriërs. Toen kregen we het gevoel, de zoogdieren. Toen kregen we verstand, dat zijn de mensen. En met dat verstand hebben we culturen gecreëerd, op basis van waarden. Toen kwamen de normen, kwamen de wetten, toen kwam de macht. Daarbovenop kregen we kracht. En daarbovenop is heelheid. Heel veel mensen zitten nog op dit niveau. Niveau 7. Die zijn nog helemaal gehypnotiseerd door de macht. Door de machthebbers, door de machtsstructuren. En die hebben nog niet de stap gemaakt naar kracht. Naar je eigen kracht. Ja, may the force be with you. Naar de force in Star Wars. Dat is deze kracht. En als de force with you is. Als je in je eigen kracht staat. Dan heb je niet zoveel last meer van die macht. Je hoeft niet meer bang te zijn voor de dark side. Want de dark side zit gewoon in je. Heb je gewoon omarmd. Dan sta je boven. Niet te veel over Star Wars praten. En het toetje, het geheel wordt afgemaakt met het niveau van heelheid. Waarin je boven yin en yang staat, boven de dualiteit, boven de verdeeldheid. Dit zijn die 9 niveaus. Ik ga ze even kort bespreken. Ik wil niet al te ver uit de tijd lopen. Het allernaagste niveau is het niveau van de cellen. Wij zijn een geheel van 50 triljoen ongeveer cellen. Die ze heel mooi samenspelen. En die cellen worden voortdurend ververst. Cellen gaan dood en er worden weer nieuwe aangemaakt. Voortdurende recycling. En als je dat goed weet te doen, dan ga je er steeds beter uitzien. Dan word je steeds vitaler, steeds jonger. Als je het niet goed weet te doen, dan ga je op een gegeven moment ga je dus ook bijlopen. Dat is alles. Wij kunnen honderden jaren oud worden, daar ben ik van overtuigd. Alleen moet je wel snappen hoe het op dit niveau werkt. Als je het niet snapt, dan vroeg of laat, dan loopt alles vast en in de mis. Het heeft alles te maken met de eiwitten, met de proteïnen. Als je meer van wil weten, bestudeer het werk van Bruce Lipton. Internet is er veel van te vinden. Maar Bruce Lipton laat zien dat het hele verhaal over dat DNA ons aanstuurt, niet klopt. De proteïnen, die reageren op onze omgeving. En die zijn in staat om DNA te activeren of zelfs te herschrijven. Dat is de essentie. Wij reageren op onze omgeving. En dat is alles. Die eiwitten, dat is een hele lange keten, soms wel van 100 lang, van aminozuren. Er zijn 20 verschillende aminozuren, eerder getal 20, in de menselijk lichaam. En de codering voor die aminozuren vinden we in het DNA, in de chromosomen. In die chromosomen zien we verbindingsbruggen. In die verbindingsbruggen zien we aan beide kanten stikstofpaarsen. En dus of een verbinding van adenine met thymine, of van cytosine met guanine. Er zijn weer 4 verschillende. En 3 van dat soort codes achter elkaar, 3 van dat soort waterstofbruggen, stikstofbasis achter elkaar, dat is een 3-eenheid. Op dit niveau zien we dus ook een 3-eenheid. Als je bijvoorbeeld eerst cytosine vindt, dan guanine en adenine. Als je dat in je DNA vindt, dat is een aanmaakcode voor alanine. En zo zijn er allemaal 3-lettige combinaties, soms ook van 3 dezelfde. Zijn in totaal dus 64 verschillende combinaties, 4 keer 4 keer 4. 64 vind je ook in de I Ching terug. 64 vind je ook op het schaakbord terug. Laat ik even allemaal zitten vanwege de tijd. Dat is allemaal geen toeval. Het zijn verschillende combinaties en combineren naar 20 verschillende aminozuren. Dat is eigenlijk de werking van DNA. En op basis van wat wij activeren, maken wij bepaalde eiwitten. En daarmee interacteren wij voortdurend op een intelligente manier met onze omgeving. Dat is de essentie. Je krijgt geen kanker omdat het in je DNA zit. Je krijgt kanker omdat kanker wordt geactiveerd in je DNA op basis van de manier waarop je met je omgeving omgaat. Dat is de essentie. En als je dat leert te begrijpen, dan kun je dat omkeren. Dan kun je het hele proces veranderen. Dat is de essentie. Maar dan moet je wel je eiwitten gaan vertellen dat ze op een andere manier gaan reageren. Dat betekent dat je er op een andere manier in komt te staan. Dus het is een empowerment verhaal. Je bent geen slachtoffer van kanker. Je hoeft niet maar te laten bestralen en chemokuren. Nee, je kunt het omdraaien. Lothar Hinderijs in Duitsland is de hele planeet rondgegaan, heeft onderzoek gedaan naar kanker. Hij heeft de succesfactoren van kanker opgeschreven. Mensen die succesvol genezen zijn van ernstige vormen van kanker. Succesfactor 1 is de verantwoordelijkheid nemen voor je ziekte. Punt. Jezelf de volledige verantwoordelijkheid neemt voor wat je ook in je leven hebt,
die kan het weer gaan oplossen. Op het moment dat je het uit handen geeft, en naar specialisten gaan, naar artsen gaan, die zegt, wil jij dat voor me op gaan lossen? Forget it. We hebben niet zoveel tijd meer, dat is een hele korte vraag. Ik voel me net af, want nu zei je toch dat je eigen reageert op de omgeving. En net zeg je je zintuigen, je eigen beeld van de omgeving. Omdat je, ik ga het zo uitleggen, maar het is het onderste niveau van bewustzijn. Het is een commando, jij bent generaal. Maar je soldaten reageren op de omgeving. Maar als je als generaal een ander commando geeft, gaan ze niet meer schieten. Daar gaan we. Jouw bewustzijn zit ook helemaal bovenin die piramide. Maar je cellen hebben ook bewustzijn. Als je onder een microscoopcel probeert een eencellig organisme kapot te maken, gaat hij zich verdedigen. Dat is intelligentie op celniveau. Ja, iedere bioloog weet het. Dus wij zijn op celniveau zijn we super intelligent. Als wij ons cel, ja, ik ga nu ook alles vertellen, maar wij hebben een zelfgenezend vermogen. Dat werkt op dit niveau. Als we zelfgenezend vermogen voorkomen laten werken, wordt niemand van ons ziek. Zo simpel is het. Alleen als we het gaan verstoren met allemaal elementen, bijvoorbeeld met vaccinaties, dan krijgt het immuunsysteem zo'n enorme opdoffer, dan ben je een tijdje van de kook. Sommige kindjes gaan de dood aan. Er wordt shaken baby syndroom genomen. Maar die zijn gewoon vermoord door een injectie. Dat is volgens mij de bittere waarheid. Niet omdat een vader ze heeft doodgeschud. Nee, omdat er een zuster of een arts een prikje heeft gegeven. Waar het immuunsysteem niet helemaal goed op kon reageren. Dood. Dood door schuld. Moord. Die eiwitten, die reageren de omgeving. Ja, als je bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld nemen, aspartaam. Dat gebruik je meestal. Aspartaam is niet zo'n heel fijn goedje. Voor de mensen die het nog niet helemaal weten. In alle lijnproducten zit het. Ja, tegenwoordig wordt het aminosuit genoemd om mensen nog verder in verwarring te brengen. Maar het is gewoon een heel gevaarlijk stofje. Als je aspartaam in je krijgt, en stel dat er een eiwit is wat daar goed op reageert, of we zeggen het herkent, dan springt hij opeens van de ene vorm in de andere vorm. Dat is een chemische reactie. Reageert op een bepaald stofje, springt in een andere vorm. Je kunt vergelijken met een eiwit dat een duim omhoog doet of een duim naar beneden doet. Dat is alles. Zo communiceren eiwitten met elkaar. Duim omhoog of een duim naar beneden. Dat is alles. En ze zijn met 50 triljoen, hè? 7 miljard keer 7 miljard. Wij zijn hier met 7 miljard mensen. Als wij alleen maar duim omhoog en duim beneden doen, zouden we dingen al een heel stuk duidelijker met elkaar kunnen leren communiceren. Dus eiwitten doen dat op die manier. Maar dat doen we niet. We maken het heel ingewikkeld. Dat ga ik al moeilijk te horen. Maar ik denk dat als we het gewoon dit weer een tijdje gaan doen, heel veel dingen zal ik oplossen. Zo doen we in ieder geval onze eiwitten. En we kunnen er heel veel van leren. Er zijn maar twee soorten spelletjes die op dat niveau gespeeld worden. Het groeispel of het overleefspel. Op het moment dat je het overleefspel speelt, dan is het alle hens aan dek en is het oorlog. Ja, een oorlogsschip, alle matrozen moeten aan dek, moeten kanonnen afvuren en moeten die vijanden bestrijden. Als het overleefspel gespeeld wordt, heb je nergens tijd voor. Alleen maar oorlog voor je. Als het groeispel gespeeld wordt, dan is er geen oorlog aan de gang. En dan kun je alle schade gaan herstellen, dan kun je de boot gaan poetsen, dan kun je allemaal leuke dingen, dan kun je feestvieren met elkaar. Dat is de essentie. Dus onze cellen spelen of het groeispel of het overleefspel. Ze kunnen dat doen op basis van wat ze waarnemen in de omgeving, maar we kunnen het ook overroelen. Dat is het bijzondere. Als onze cellen in onze omgeving allemaal negatieve dingen waarnemen, maar we overroelen het toch. We zeggen, nee, sorry jongens, jullie zien het verkeerd, we spelen toch het groeispel. Jij is er allemaal soldaten en je ziet allemaal dreiging aan de overkant, maar de generaal zegt, nee jongens, we gaan geen oorlog voeren, we hebben feest. Nou oké, gaan we feesten. Dan komen we weer niet meer. Zo kunnen we naast doen. Want omgekeerde kan ook, we kunnen ook gewoon niet doorhebben wat aan de gang is. En onze soldaten gaan oorlog maken, want we krijgen allemaal rare stof in ons lichaam, waar we heel negatief op reageren. En we worden steeds downer en we verliezen steeds meer energie. Omdat we eten, omdat we voedsel in de winkel kopen, waar bijna niks meer in zit. Omdat we bestraald worden met allemaal ellende. En we voelen dat we steeds zwaarmoediger en steeds minder energie. Kan ook, dan gaat het van beneden naar boven. Dan gaan de soldaten allemaal naar zijn kogels afvuren en dan denkt de generaal, oh, zal oorlog zijn. Nou, dan gaan we oorlog voeren. Ja, het werkt van boven naar beneden, van beneden naar boven. Alleen, wij met ons bewustzijn zitten helemaal hoog in, dus we kunnen het overroepen. Er zijn bijvoorbeeld studies gedaan van Amerikaanse tieners die alleen maar junkfood aten en die eigenlijk op alle gezondheidsindicaties hoog scoren. Daar snap je niks van. Als je snapt dat het bewustzijn dat kan overroepen, dan begrijp je het wel. In het begin, toen ik hier maar aan de gang was ik heel streng over voeding. Ja, mijn website kun je nog steeds wel over vinden. En ik ging mijn eigen brood bakken en ik was er heel streng in. Ik denk, ja, maar dat is eigenlijk gewoon een heel laag bewust gedrag wat ik nu vertoon. Want blijkbaar ga ik ervan uit dat ik niet zoveel bewustzijn heb dat ik mezelf kan vertellen dat het eigenlijk vrede is. Dus ja, ik ben heel terughoudend nu de mensen voedingsadvies geven. Natuurlijk is het niet goed om dingen te eten waar je lichaam heel veel moeite mee heeft om het af te breken. Laat dat duidelijk zijn. Maar ook al gebeurt het wel, zwak. Ook al krijg je vaccinaties,
omdat het verplicht wordt gesteld om straks een hele grote pandemie uit te breken. En je bewustzijn is sterk genoeg, maak je er niet druk om. Het lichaam weet echt wel hoe je daarmee omgaat. Op het moment dat je bang wordt, ja, dan als de generaal in paniek raakt, ja, dan hebben we een klein probleem. Als de generaal zegt, jongens, no problem, er gebeurt niks, front of fire. dit is intelligentie op celniveau, hè? Wij zijn super intelligent op celniveau. Alleen die niveaus daarbovenop, daar doen we soms wat rare dingen. Als een kind iets niet wil eten, ja, dan zegt de vader, moet je moeder toch eten. Maar een kind voelt aan dat de energie die in die groente zit bijvoorbeeld, dat die helemaal niet klopt. Een kind voelt dat aan en wil het niet eten. Maar we zeggen, nou, dan krijg je ook geen toetje en dan mag je dit niet en dat niet. Van nature doet het kind dat goed. En we gaan al die natuurlijke dingen gaan we afleren en we gaan allemaal raar overwacht krijgen en wederstanden hier. Gewoon volhouden. Die vier verbindingsstukken, die hebben weer alles te maken met de vier energieën. Dat voelt misschien te ver om dit uit te leggen, maar als je kijkt naar de oorspronkelijke woorden, bijvoorbeeld cytosine komt van kitos, betekent hol vat, dat is lucht. Ja, en vuur en water zijn minder sterk, die twee zijn met elkaar gekoppeld met twee waterstofbruggen en die met drie. Dit is een veel sterkere verbinding. Voordat we in mijn boek staat gewoon wel uitgewerkt. Er zit gewoon heel veel kennis op dat niveau, als je het maar weet hoe je ernaar kijkt. Nou, die kalender van de Maya's zijn eigenlijk 9 verschillende kalenders. De meeste mensen kennen deze kalender. De Pactun kalender. Dit wordt een long count kalender genoemd, de lange tellingskalender. En daar zie je 13 perioden van 144.000 etmaal achter elkaar. 144.000 is ook het getal dat in de Bijbel wordt genoemd. En dat is dus deze kalender. En die kalender die wordt ergens in 3114 voor Christus wordt die gedateerd als begonnen zijn. Nou, ik tel je dat erbij op, dan kom je in 2012 uit als einde. Zo simpel is het. Maar dat is eigenlijk de enige manier waarop het gedateerd is. Iemand heeft dat gewoon, ja, ik heb die berekening nooit gezien. Dus het is een beetje discutabel wanneer die begonnen is. Dus ook discutabel wanneer die eindigt. Want het geinige aan deze kalenders zijn, die tellen allemaal af naar een bepaald moment. Onze kalender die telt gewoon ieder jaar een eentje bij op, tot in het oneindige. Maar die Maya-kalender was een aftelkalender. Wat we ook bij het oudejaarsavond doen. 10, 9, 8 en bij 0 gaan we vuurwerk afsteken. Deze kalender telt af naar 0. En guess what? Dit is het jaar 0. Dit is het jaar waarop het vuurwerk gaat beginnen. We zitten nu in deze periode, 9, de laatste scheppingsgolf. En daarin duurt een schepping, een fase, een toonfase, 18 etmaal. 18 is een bijzonder getal, want 18 etmalen is 432 uur. Hé, 432, getal weer erin. En is ook 25.920 minuten, lengte van een precessiecyclus. Grote jaar, bijzonder. 18 is natuurlijk ook gewoon 6×6×6. 666. Hier duurt alles, we zaten heel lang in deze periode, hier duurt alles ongeveer 20 jaar. Als we terugkijken naar de introductie van de televisie, op de radio ervoor, de telefoon, hier duurt allemaal ongeveer zo'n 20 jaar. Zeg maar vanaf de eerste in het dorp of in de wijk tot de laatste. Ongeveer 20 jaar. Hier, ook internet. Ja, ik heb zeg maar 20 jaar eerder ging mijn internet werken, voordat mijn moeder ermee ging werken. Die doe ik nu ook. Maar ik stuurde e-mailtjes 20 jaar daarvoor. Ja, tegenwoordig kan iedereen dat zo doen. Ongeveer 20 jaar. Daarna kregen we allemaal dingen die binnen een jaar werden doorgevoerd. Allemaal appjes op je mobiele telefoon, allemaal navigatiedingen. Ja, allemaal binnen een jaar gaat iedereen het ongeveer. Vele malen sneller. En we zitten nu in veranderingen dat het binnen 2,5 weken zich kan voltrekken. Dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden, 20 jaar nog. Dat is onwaarschijnlijk veel sneller. Nou, de timing van deze kalender, daar is veel discussie over. Ik heb heel lang de timing van Carl Kalman gevolgd en die had het over 28 oktober 2011. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat die timing niet helemaal klopt. Ik heb hem daar ook gewoon geprobeerd te overtuigen, maar hij is toch wel een beetje halsstarrig. Voor mij is dit de juiste einddatum. Maar goed, we zullen zien of het gaat kloppen. Ik krijg wel steeds de indruk dat het wel die kant op gaat en dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren rond deze datum. In Frankrijk wordt er wel heel erg lang feest gevierd op deze datum, dus 14 juli. Volgens mij zit het in ieder geval vanaf 24 november in deze tijd. En de eindfase, vlak daarvoor, was ja, die hele Occupy-beweging begon op te komen. Steeds meer mensen gingen demonstreren, gingen doorkrijgen dat de bankers, de banksters moet ik ze eigenlijk noemen, de bankieren, de gangsters, die runnen de show. En op het moment dat je dat doorkrijgt, dat je eigenlijk voor de banksters werkt,
ja, ik weet niet of het dan nog zo leuk is om iedere dag hard te werken om je hypotheek af te betalen, want er wordt verschrikkelijk veel geld aan verdiend. Je vult de zakken van de gekrijsstreepte gangsters. Kleden gaat er steeds sneller en sneller en sneller. Er zit een mooi ritme in, een soort harmonica-ritme van yin en yang, laat ik hem even buiten beschouwing. En wat we ook heel mooi zien is de manier waarop we zelf zijn opgebouwd. Het onderste niveau, gaf ik al aan, is het niveau van de cellen, 50 triljoen cellen. En dan gaat het allemaal over de proteïne. Dat is een vorm van causaliteit wat er plaatsvindt. Daarbovenop vinden wij het instinct. En het instinct delen wij met alle wezens. Alle dieren, moet ik zeggen. Alle dieren hebben instinct. En het instinct wordt aangestuurd door de hersenstam. Hersenstam is het meest oude gedeelte van onze hersenen. Piet Vroom heeft daar een hele tijd geleden een boek over geschreven, Tranen van de Krokodil, misschien bekend. Maar het gaat over hele basale, ja, je zou kunnen zeggen onderbuikemoties die we hebben. En die komen allemaal voort